Ja, de pont, de Nieuwe Meer. Ik wil wel even in herinnering roepen dat we die meerdere keren nu incidenteel hebben bekostigd. En dat de SP in die commissie al de enige is die daar continu iets over vroeg. En de rest het daar ook bij gelaten heeft. Sinds jaar en dag gaat er in de zomer altijd over het Nieuwe Meer een pontje heen en weer. Aan de ene kant aan oeverlanden, waar formeel dus zwemstrandjes zijn. En aan de andere kant kom je dan in het Amsterdamse Bos, waar onder andere een pannenkoekenrestaurant en een kinderboerderij is. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. En nu kregen wij diverse signalen dat het pontje niet meer vaart. Mijn beleving staat in de toekomststrategie van de oeverlanden dat daar wel degelijk ook nog steeds die recreatieve verbinding zou blijven bestaan. Dus de vragen die wij hierover hebben aan de wethouder, klopt onze informatie dat het pontje niet meer vaart? Is het college het mee eens dat dit pontje wel heel waardevol is voor de recreatieve functie van de oeverlanden? En als dat het geval is, vindt het college dan ook onhandig als het zou verdwijnen en dan misschien later weer terug te komen in het kader van de toekomstvisie? En zo ja, wat doet het college om dit proberen te voorkomen en het pontje weer terug te brengen in de vaart? Afgelopen weekend is er een feestelijke betoging geweest van buurtbewoners die graag het pontje in stand willen houden. Het pontje heeft een belangrijke sociale functie voor Amsterdammers die willen recreëren in het Amsterdamse Bos. En u weet, voorzitter, dat aan het begin van deze raadsperiode de SP ook al in de bres is gesprongen voor het pontje. Toen vonden we ook een welwillende wethouder aan onze kant die inderdaad is gaan kijken hoe kunnen we het pontje laten varen. Dat is toen ook gelukt. En eigenlijk is die welwillende houding is verdwenen, zover ik heb begrepen. Want nu dreigt toch de subsidie voor het pontje in zijn geheel te verdwijnen. En ik heb me laten vertellen dat het om een bedrag van 50.000 euro gaat. Nou, voorzitter, dat is voor Amsterdamse begrippen niet heel veel geld op een begroting die tegenwoordig in de 8 miljard loopt. Ik geloof zelfs dat er in de begroting dan altijd wordt gezegd afwijkingen kleiner dan een miljoen worden niet weergegeven. Nou, voorzitter, we hebben het hier niet eens over een miljoen, maar om 50.000 euro. Dat is nog steeds een smak met gemeenschapsgeld waar je prudent mee moet omgaan. Maar voor Amsterdamse begrippen is het echt een kruimelbedrag. Dus ik zou toch willen vragen, ook aan de overige leden van de raad, zouden we niet in de bres moeten kunnen springen voor zo'n belangrijke sociale functie? Als bewoners dat nou graag willen, kunnen we niet ergens die 50.000 euro dekking vinden? Dus een oproep om ook aan de wethouder om toch nog een keer in de bres te springen voor het pontje bij de Nieuwe Meren.